Ik vijf leerlingen van de Skans in Frieske Pjel mochten naar het college. Vol verwachting gingen ze heen. Het lijkt me wel leuk en het lijkt me ook wel cool om iemand te ontmoeten die de Nobelprijs had gewonnen. Ja, dat is wel moeilijk. En het is best wel speciaal dat hij dat goed kan. En zo is het ook scheikunde dwaanwollen? Jawel, het lijkt me wel leuk. Oh, waarom dan? Nou, het lijkt me gewoon leuk, want je kan allemaal verschillende dingen gewoon leren. Je kan heel veel ervan leren. En ja, moleculaire machines. En die gaan dus over 30 tot 40 jaar, die kunnen misschien dan in de bloedbanen reizen. En ze zijn heel klein, 1000 keer kleiner dan het hart. Hij heeft de Nobelprijs van de scheikunde gewonnen en dat is ook best wel belangrijk, zodat wij gewoon goed verzorgd worden. Stiekem pakken we hem even beet, de Nobelprijs van Feringa. De man die het met groot enthousiasme ontvangen wordt. En dan begint het college. Een ingewikkeld verhaal, die nanotechnologie. Maar Feringa liet de 600 benen ons in lippen hingen. Even een beetje wachten, maar dan kun je ook dit soort ontdekkingen doen. En dit molecuul had nooit iemand in de wereld gemaakt. En hij liet de benen zelfs proefjes dwaan. Goede handvol. Ook even laten zien. Ja? En dan laat je het opvallen, langzaam. Zie je? Mooie animaties, binnen Rick. En de allereerste elektrische auto wordt van stal hellen. Uit een Njontjendieuw. En bij een echt college, Jere van Zels, vragen u te zeel. Als je dan met Orin nog even privé de kans krijgt om met de Nobelprijswinnaar te praten, dan is dat vanzelf heel dol mooi. Grote vraag, had ze er ik wat van opstutsen? Ik vond het wel leuk. Vooral de bewegingen en de proefjes vond ik wel leuk. Van de motor in het lichaam en de vragen stellen vond ik ook wel leuk. Nou ben ik volwassen, maar eigenlijk begreep ik het nog helemaal niet. Dobo? Ja, op zich wel een beetje, maar het was wel erg moeilijk. Nou, wel een beetje. Alleen het was nog wel een beetje ingewikkeld, maar ik snapte de meeste dingen wel. Ja, dat was toch nog wel een beetje ingewikkeld. Ja, dat zei ik in het begin al. We hebben ons eigen taaltje, hè. En daar zitten af en toe wat moeilijke woorden tussen. En en het is ook maar piepklein, hè. Dus je ziet het ook niet echt, hè. Nee. Dus ja, dan moet je een beetje goed verbeelding hebben van, hey, hoe ziet dat er nou uit en zo. Ja. Maar je zag het gelukkig wel bewegen. Ja. Heel fijn. Toen u op de basisschool zat, had u toen al bedacht om hoogleraar te worden? Nee hoor, ik wilde graag boer worden. Je zag de boerderij waar ik opgegroeid ben en ik wilde graag boer worden op de boerderij van mijn vader. Mijn jongere broer is nou boer geworden, maar mijn vader zei, ga jij eerst maar eens even wat leren, nee. En dan kijken we wel een keer weer. Kist hij er nou wat bij voorstellen? Nee, eigenlijk niet, want hoe klein is het? Dat is heel erg onbegrijpelijk. We krijgen vaak meer vragen dan dat we vragen beantwoorden. Maar dat is juist het mooie van wetenschap, hè? Dat is ook het spannende. Dan heb je een vraag opgelost en dan krijg je weer 5 nieuwe vragen. Dan denk je van, krap je achter de oren van, hoe moeten we dat nou eens weer gaan oplossen en zo. Het is wel een mooie puzzel elke keer. Ja. Is het leuk om hun dit proberen u te lezen? Ja, dat is heel erg leuk. Als ik meer tijd had, zou ik heel graag met die kinderen ook wat meer proefjes doen en zo. En uit te leggen van, hey, hoe zit dat nou met al die moleculetjes om je heen? En hoe komt het nou, hè, dat iets een stukje plastic is en iets anders, dat is een snoepje? Want het zijn allemaal moleculen. Allemaal verschillende moleculen. Maar ze doen allemaal andere dingen. Om Ben uit te lezen is volle leuker als een Nobelprijs ja, krijgen. Ja hoor. En je krijgt ontzettend leuke vragen natuurlijk. Hè? Dus dat is wel heel erg gaaf. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, ook van jou. En bedankt voor de mooie vraag. Ja, prachtig. En heel veel succes op school. Ja? En geniet natuurlijk ook van de zomervakantie, hè? Maar die komt er ook aan. Hè? Je moet hier alleen maar leren. Hè? Veel plezier jongens, fijn dat jullie er waren.